Hallo. Ik heb laatst al met jullie een vee getekend, maar vandaag dacht ik, laten we eens een draak gaan tekenen. Ja, dat is ook zo'n fantasiewezen en die zie je ook niet dagelijks, dus ja, waar haal je dan je referenties vandaan? Laten we samen een draak gaan tekenen. Doe je mee? Ja, vandaag is de dag van de draak. Of tenminste, we gaan vandaag gewoon een draak tekenen. En ja, volgens mij hebben we al eens een keer een Chinese draak getekend. Maar hoe ziet zo'n draak er nou precies uit? Je hebt heel veel verschillende draken. Ik heb thuis zelfs een boek over draken. Maar laten we er nou eens eerst eens eentje even tekenen. We beginnen met de neus. Er zitten gelijk tanden in die bek. Zo. We maken er een vuurspuwende draak van. Zo. Dus komen er vlammen uit die bek. Zo. Neusgat. Een hoorn. En hier zit ook zo'n van zijn neus. Zo. Kijkt hij een beetje boos. Zo. Dan heeft hij die kop hier allemaal van die schubben zo. Ja, of het de oren zijn. Ik weet niet of hij oren heeft of dat het gewoon slierten zijn die aan zijn kop zitten, maar... Hier ook weer van die sliertjes aan zijn kin zitten. Misschien zijn het wel voelsprieten bij zo'n draak. Je weet het niet. Zo. Een nek. Ook om een schubben. Stekels erop zo. Nek zo gebogen. Zo. Dan tekenen we wel heel snel die draak zo. Vleugel. Schaduw zo aangeven aan die vleugel. Zo. En een klauw of een poot zo. Eén poot. Hier een andere poot. Nog kleine voorpootjes. Een beetje zoals een T-Rex-achtig beest. Zo. Hier is een andere vleugel. Zo. En dan heeft hij natuurlijk ook nog een staart.
pijl eraan. Oh ja, achterpoten natuurlijk ook nog, hè. Zo. En nog een achterpoot. Kunnen we hier nog wat schaduw aangeven ook weer. Dat hij iets meer... Schubben nog wat. Ook die staart ook. Dan mag ook best wel wat schubben zitten. Zo. Laten we nog een beetje beweging in krijgen. Zo. Ik vind dat we zo'n aardige draak hebben. Nou heb ik laatst een boek geïllustreerd. En daar stond ook een draak op de voorkant. Dus laten we die ook nog eventjes tekenen. Dat is eigenlijk alleen de kop van de draak. We beginnen weer met die bek. Die bek zet de tanden in. Zo. Neusgat. Zo. Ook van die voelsprietjes. Of wat zijn het, ja. Dat is een goede vraag. Wat zijn het eigenlijk, hè? Nou, ook hier allemaal schubben. Die had ik op deze manier getekend. Als een soort schildpad. Schildpad heeft hij ook op zijn poten, hè, zeg maar. Goed, hier zaten ook allemaal van die schubben zo. Hier weer kleinere schubbetjes. En hierheen werden ze dan weer wat groter. En dan had hier eigenlijk een heel klein oog. Zo. Als voorbeeld heb ik een beetje, ja, zo'n leguaan genomen, zo'n hagedis, zeg maar. Zo.
Hier weer wat schaduw. Een beetje de kop van een draak voor je. Hier wat weer wat schaduw zo. Hier mag ook nog wat schaduw. Zie je, dan krijgt hij wat meer diepte. Hier langs die, bij die bek was ook gewoon wat meer schaduw toen. De boekillustratie. Het boek heet De Beer in het Brein. En ja, daar staat de draak op de voorkant. En dat verhaal gaat ook, daar komt de draak ook echt in voor. Nou, gewoon verkrijgbaar in de boekhandel. En anders moet je er even naar vragen. De Beer in het Brein. Gaat ook over een teddybeer. Gaat over een draak. En het is echt een heel bijzonder verhaal. En het is geen kinderboek, dus laat je daardoor niet tegenhouden van dat je denkt, oh, het is een kinderboek, is niks voor mij. Nee, het is een, ja, best wel apart verhaal. Ik zou zeggen, ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.